Als je twee jonge enthousiaste dancecrews tegenover elkaar zet, dan wordt het gegarandeerd een spectaculair duel waar de moves en de dansers je om de oren vliegen. Die revival die heeft een hele eigen flow. Ze komen met z'n allen uit Brunsum. Daar is het op dit moment waarschijnlijk heel erg stil op straat. Hier is die revival. Ja, dan ga ik toch wel aan de kant staan, hoor. Want dat is absoluut niks. Nou, de volgende act die heeft ook weer alle moves waar je helemaal gek van wordt. Ze zeggen zelf dat ze super strak synchroon kunnen dansen. Daar gaan we dus op letten. Hier is The Fuse Junior. In the car, like, make that wood, holly like a boulevard. Make me feel so lucky. He kissed me in his shirt.
even uit, Pufford. Hoe ging het? Goed. Goed, hè? Kom, ja. Opstaan, jongens, allemaal. Geweldig. Geef ze nog een applaus. Wauw, wat een battle. Wat een battle, zeg. Hoeveel uur moeten jullie hiervoor trainen in de week? We hebben voor dit programma 4 uur in de week getraind. 4 uur, ja, oké. We trainen pas een paar maandjes samen. Hey, dat dansen is natuurlijk helemaal hot, hè? Dat merken jullie natuurlijk ook. Het is helemaal cool om tegenwoordig te kunnen zeggen... Hey, ik ben dansen. Ja, moet je ook eens proberen. Ja, nee, ik heb dat... Vraag maar aan Renaat, die zegt dat ik het ritme heb van een... Nou goed, daar gaan we het niet over hebben. Ik kan niet dansen, helaas. Ja, ik vond jullie ook geweldig, hoor. En die kleinste staan naast mij. Hij ging goed, hè? Ja. Ik zag je op een gegeven moment helemaal door de lucht vliegen. Ja. Goed. Maar ja, de jury die moet zijn voorkeur uitspreken. En ik wil jullie graag vragen dat nu te gaan doen. Kies 1 voor de D-Revival. En kies 2 voor de Fuse Junior. Ga je gang. Oké, jongens, €25. Dat is de waarde van iedere stem in onze jury. In totaal hebben ze dus €2500 te vergeven. Ik wil die bedragen wel eens even zien. Jullie ook? Ja. Daar komt hij. Oeh, ik zie hier al roepen. Oké, jongens, overleg even met elkaar. Overleg met elkaar. Wat wordt het? Jullie zijn eruit. Zien jullie er ook uit? Oké, ze zijn eruit. Oké, jongens, ga staan bij het bedrag waarvan jij denkt dat bedrag hoort bij ons. Wow. Deze dance crews die zijn er gewoon van overtuigd dat ze allemaal de beste zijn. En dat is misschien ook wel de juiste spirit, jongens. Maar er gaat er in ieder geval maar 1 naar huis met een bedrag van €1375. En 1 van jullie 2 zien wij ook terug in de finale. Laten we gaan kijken. Wie staat hier goed? Van harte gefeliciteerd. En jullie ook bedankt, jongens. Fantastisch. Kom eraan.